bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Zo jongens, nou ja, ik wil eventjes kijken, want je bent bezig met de reacties. Ja. En vandaag heb je natuurlijk het videootje erop gezet van Doenie, de poes. Ja. Daar heb je heel veel reacties op gehad. Ja. Nou, vertel even, want ik ben wel benieuwd. Ja, heel veel. Ja, wat zeggen ze eigenlijk allemaal? Lees maar even. Ja, hoop dat het goed gaat met haar. Heel veel sterkte. En wie staat hier te geschreven? Zeta, volgens mij. Het is een beetje slechte lezen. Ik weet niet echt wat er staat. Oh, oké. Okay. Maar Sanne heeft gezegd heel veel sterkte. Nienke heeft gezegd. Nou goed, gaan we even een beetje reageren. Ja. Sterkte nog met het verlies van Doenie. Super jammer dat het haar het einde is gekomen. Zelf tranen in mijn ogen. Kijk, ik weet hoe. Ja. Hoe kan je hartjes doen eigenlijk? Dat weet ik niet. Dan moet je de control. Control. En de 3 hier op je toetsenbord. En dan loslaten. Waar zit die? Het is Alt, zie ik. Alt 3. Alt 3. Kijk, als ik nu Alt en 3 pak, ja, dan komt er een hartje. Heel erg bedankt, doe ik dit. Oké. Sterkte kat. Wie zegt dat? Michel. Michel. Dank je wel. Heel lief. Oh, heel lief. Jammer. Echt heel veel sterkte, love you. Nou, lief. Ja. Er zijn heel veel reacties. Ja. Ik heb nog veel te beantwoorden. Weet ik echt mooie soorten. Ik wil even verdrietig, want je poes wilde ook dat je. Weet je wat ik kan je horen? Oh, gecondoleerd met de poes, wat erg voor je. Maar weet je, je krijgt er ook wat moois voor terug. Is even verdriet, maar je poes wilt ook dat je weer lekker naar school gaat en dingen doet. Sterkte namens mama en mij uit Amsterdam. Nou, wel lief. En wie heeft dat geschreven? Benjamin. Oké. Okay. Oh, veel sterkte met het verlies van jullie kat. Dikke knuffel van Janulke en mijn mama. En mijn broers en zussen. Oh, ja, lief. Janulke ook. Heel erg bedankt. Bedankt. Uitroeptekens. Heel erg bedankt. Oh, jullie sterkte. Ik denk dat ze het beste baasje kon hebben. Dat er was rustzacht. Dat is Lulu's dingetje. Ik denk niet dat ze zo in het echt heet, maar zo heet ze hier. Heel erg bedankt voor het lieve bericht. Heel veel sterkte toegewenst, Bobby Lee. Dankjewel. Oh, dat is gewoon een 3. Ah, heel erg lief, Suzanne. Heel erg lief, Suzanne. Oh, Suzanne. Heel erg. Heel erg. Oh, dat is niet lief. Heel erg lief, Suzanne. Philly D. zegt. Lieve Boebelie, dit zijn echt hele nare dingen. Goed dat jullie de tijd hebben genomen om afscheid te nemen. Dieren zijn echt heel belangrijk voor jou. Of het nu een paardpoes of wanneer de tak is. Jij zorgt het beste voor ze. Veel sterkte, liefst vanuit de Achterhoek. Ah, super lief. Die is echt super lief. Super lief. Heel erg bedankt. Ja.
Desiree en Brian zeggen heel erg veel sterkte. Wij houden hier ook al rekening mee. Onze kat is nu 18, maar niet te zien. Kan zo veranderen helaas. 2018, onze 20-jarige kat in laten slapen. En 7-jarige helaas hoort dit erbij. Veel sterkte, jij ook. Dankjewel. En jij ook. Veel sterkte. Zo. Ik zie dat je het zwaar mee hebt. Het is geen leuke video, maar fijn dat jullie dit in ons wilden delen en afscheid nemen van haar. Dit is ook nog. Oh, zo jammer. Heel veel sterkte. Als ze heel veel dronk, had ze waarschijnlijk het met haar nieren gehad. Mijn kat Luna is 15 januari 2021 overleden. Heel erg jammer. Zij had ook iets met haar nieren. Ze kon niet meer lopen en ze viel de hele tijd om. Ja, dat doen die ook een beetje. Ja, sterkte. Aan het einde had ze dat ook een beetje. Ja, die dag had ze dat vooral. Ja. Ja, hè? Het is wat. Nou, wel lief dat iedereen zo meeleeft met je. Hè, dat is wel ontzettend lief. Hoeveel katten hebben jullie nog en hoe heten ze? Dat vraagt Aya. Oké, nou, dan kan je antwoord geven. Noetje. Wacht. Eerste vraag beantwoorden. Eerste vraag, hoeveel katten heb je? Zie baby. We hebben nog 2 katten en ze heten... Noetje. En ik weet, zo schrijf je het niet, maar ik schrijf altijd zo, Kaya. Oké. Okay. En Kaya. Allebei meiden. Ja, het zijn dus eigenlijk poezen. Ja. Het zijn geen katers. Nee. Zo. Hey, ik zag dat je kat overleden was. Mijn kat is overleden, heel veel sterkte. Oh, wel op een andere video, maar ja. Ja, dat maakt niet uit. Erg bedankt. Jij ook. Sterkte. Nee. Zo, heel veel... Heel veel hartjes. Ja. Erg bedankt. Die... Oh, dat is verkeerd, hè? Zo. En dan lig je in. Zo. Dankjewel. Jultje die zegt heel veel sterkte. Nou, okay. Dankjewel. We hebben nog heel veel te gaan. Ja. Veel sterkte. Het is heel moeilijk om afstand te nemen. Ik begrijp ik heel goed. En waarschijnlijk zien die kinderen nu ook weer dat jij reageert op hun reacties. Ja. Als ze deze video zien. Ja. Erg bedankt. Laura zegt veel sterkte, Bobbili. Dank je. Wel. Maar typen gaat ook wel goed zo te zien. Ja. Ja. Goed hoor, meid. Even kijken, deze is nog. Welke is er meer doen die? En als je nu weer naar boven gaat, boven had je niet helemaal bovenin. Deze die heb ik wel op bovenin? Die heb ik ook op hand hoor. Oh, bovenin niet. Oh, hier. Ik hoop dat alles goed gaat met haar. Ik hoop het ook. Wat moet ik hier op antwoorden even denken? Ik hoop dat het goed gaat met haar. Met ja. Wie? Met wie? Met wie? Zeg met wie? Met wie? Ik weet natuurlijk niet hoe het met Doenie gaat nu. Nee, die is er niet meer. Nee, maar je weet niet hoe het daarboven gaat. Nee, jij boven, ja. Dat weet je niet. Heel veel sterkte, dankjewel. Dank.
trouwens, jawel. Nou, als je nu even reageert op de nieuwe reacties, bovenin is dat. Hier? Ja. En dan nu terug gaat naar... Hey. Er is weer eentje bijgekomen. Sterkste moet je goedkeuren. Goedkeuren. En dan nu staat hij weer links. En dan is de hele rits wat je net beantwoord hebt, is allemaal weg. Want die zijn dus nu zichtbaar. Ah. Ah. En dan kan je nu gewoon dus... dat die bovenste beantwoord die net goedgekeurd. Sterkte lief Elise. Dankjewel. Nou, zo blijven de reacties maar binnenstromen. Kan je gewoon de hele avond mee bezig zijn. Ja, nou, dat ben je zeker. Sterkte en de rest is peace. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dat wie schreef dat? De snelle ruiter. De snelle ruiter. Nou, de snelle ruiter. Die heb. Nou goed, hey Tobbe, ik ga je even lekker antwoorden. Ik ga even. Yes. Het is nog genoeg te antwoorden. Ja. Tot zo meteen. Ja. Yes. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!